interviewde je voor de Sterre ZLM Tour. Hoe kijk jij terug? Ja, mooie, of althans voor de vorm een mooie week gekend. Ik denk dat ik weer terug op mijn oude niveau ben na wat blessure leed. En ja, dan sluit je zoiets enigszins positief af. Gisteren was het jammer dat ik gewoon te veel tijd verloor en dat ik mijn klassement kwijt ben. Het was een week zonder echte successen voor ons als ploeg en dat is gewoon jammer. Als je dan hier om je heen kijkt, is het dan nog wel mooi voor jou als ZLM-renner om het dan zo te zeggen, om het hier allemaal een beetje mee te maken? Jawel, dat is altijd mooi en zeker de koers in eigen land, de verbondenheid met de sponsor van de wedstrijd. Kijk, dan geniet je toch meer van zo'n wedstrijd dan normaal. Ja, hoe hebben jullie de finale vandaag gereden? Ja, het was eigenlijk chaos en we kwamen een aantal mannetjes tekort. Gisteren is Maurits Lammerting uitgevallen met een knieblessure. Vandaag Jasper in de kopgroep, ja, die kan je ook niet meer aanspreken dan in de finale. En dan kwamen eigenlijk een beetje mannetjes tekort in de chaos om het echt onder controle te houden. Ik kon gelukkig Dylan nog redelijk afzetten in de sprint in de finale, maar ja, al met al was het geen daverend succes.